meneer, voor mij een watertje. Plat water? Plat water, alsjeblieft. Ja, en voor u mevrouw? Oh, ah ja, zo niks. Ik zie zo ongemakkelijk. Ah ja, zo niet tegen spuugachtig gevoel. Ja, en een genevertje is goed voor de maag? Goh ja, een genever. Ja. Oké. Wat schuilt er? Voel je je niet goed? Zo spuugachtig. Ah ja, en ik zit alweer 14 dagen over dit ook. Weet je dat je verwachtingen zit? Maar, en je vent is toch al 6 maanden weg? Ja, dat wil toch niet zeggen? Ah ja. En de maagnezer. Merci, dank u. Allee, drink maar een slokje. Santé. Santé. En hij had een dokter geweest. Ook daar vind ik nou mijn dokter niet aan mee. Maar allee. Maar weet je wat, ik ken een goede gynaecoloog. Ja? Moet ik hem een keer opbellen? Ah, ja, probeer het een keer. Oké, ga dat doen, zeg. Gelukkigste nummer. Hallo, dokter Christian. Ah, c'est Véronique. Oui, ça va. J'ai une urgence pour ma copine. Elle se sent pas très bien. Est-ce qu'elle peut venir chez vous, s'il vous plaît? Lundi soir. Oui, je vais le dire. Merci beaucoup. Au revoir. Maandagavond. Is dat goed? Bah ja, hoe laat? Om 8 uur heeft hij gezegd. Ach, tussen 8 en 9 uur. Is goed. Oké. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci. Oui, madame, je vous écoute. Quel est votre problème, s'il vous plaît? Bah, eh bien, je ne me sens pas bien. J'ai mal au ventre. Je dois vomir chaque matin. Je ne sais pas. Oui, je pense qu'il y a un petit problème. Nous allons vous ausculter. Si vous voulez venir sur la table, s'il vous plaît. Merci. Alors, les vêtements, s'il vous plaît. Oui, je pense qu'on va faire une échographie. Maar mevrouw, u bent een Vlaming? Maar, hoe weet je dat ik een Vlaming ben? Maar mevrouw, het is normaal. Ieder Vlaming heeft een baksteen in de buik. Zo'n baksteen? Hoe gaan we dat door het krijgen? Maar madame, ik ben maar dokter, geen entrepreneur.